Welkom bij A2 Actueel. De ruwbouw van de tunnel is klaar, maar zoals u misschien in de documentaire heeft kunnen zien, is A2 Maastricht meer dan alleen een tunnel. En vandaag geven wij u een korte vooruitblik over de werkzaamheden van de wegenbouwers. We beginnen hier op Europaplein. Daar gaan we in maart het verkeer omzetten wat nu aan de westkant rijdt. Die gaan we omzetten naar hier aan de oostkant. Zo komt eigenlijk die hele tunnelmond of die tunnelingang, die komt dan vrij te liggen. En dan kunnen we dan eigenlijk de toegang naar de tunnel aanleggen. Verder hebben we eigenlijk rondom die tunnel hebben alle wegensystemen die daar moeten komen, die gaan we komend jaar allemaal aanleggen. Ja, en daarnaast vinden ook werkzaamheden bij de Geuselt plaats. Ja, bij de Geuselt wordt het een behoorlijk druk. We beginnen op de Viaductweg. Daar is Kunstwerken bezig met de bouw van Kunstwerk Viaductweg Zuid. Daar gaan wij volgende maand de ondersteuningsconstructie over de Meersenerweg aanbrengen. En dan kunnen ze aansluitend het dek gaan storten. Daar hopen ze eigenlijk maart, april mee klaar te zijn. En dan bouwen ze het kunstwerk verder af. En dan hopen wij deze zomer al de asfalt eroverheen te kunnen gaan aanbrengen. En dan is ook dat kunstwerk afgerond. Dan komen we eigenlijk automatisch hierheen. Daar zie je de tunnelmond Geuselt liggen. Die is nu ver afgerond. En dan gaan wij in principe nu de rijbanen tussen de tunnelmond en het kunstwerk Severenstraat. Dan gaan we nu de rijbanen aanleggen en de fundering, asfalt, etc. Dat staat allemaal voor het eerste half jaar van 2015 op de planning. Oké, en nu kan ik me herinneren dat er in de oude situatie hier nog een grote Geuseltvijver lag. Ja, ik denk dat we nu een beetje aan de rand van de vijver stonden. Die liep hier half onder die tunnel door. Nou goed, die hebben we destijds verplaatst meer richting het hotel. Dus daar is hij een stuk uitgebreid en hier is hij gedempt. Nou, hier zaten ook een aantal oude vistijgers. Die hebben wij nu, zijn we die aan het vervangen voor een nieuw exemplaar van 18 bij 2,5 meter. Die zijn ze nu aan het aanbrengen. En nou, die is ook toegankelijk voor scootmobiels en voor rolstoelgebruikers. Zodat straks iedereen gebruik kan maken van die vistijger. Ja, en als we dan iets noordelijker gaan kijken, wat gaat er daar nog allemaal gebeuren? Dan hebben we het gebied Kruisdonk. Daar moeten we nog, dat is grotendeels klaar. Alleen we moeten daar nog een drietal weekenden gaan we daar nog een asfalt werken. Nou, in juni gaan we de A79 compleet klaarmaken. Dan gaan we dus deklagen vervangen, nieuwe markering aanbrengen en bebording plaatsen. En als we dan in september, dan hebben we een grote afsluiting op de A2 richting Geleen. Daar gaan ook aan beide kanten nog de deklagen vervangen worden en komt ook de nieuwe markering erop te staan. En dan hebben we nog een weekend in september en dan gaan we eigenlijk het gedeelte richting de tunnel, wat eigenlijk al in gebruik is, wordt dan opnieuw ingedeeld. Er komt ook nog een nieuwe markering op en een nieuwe definitieve rijstrookindeling op te zetten. Dit was A2 Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.